identiteit is zo een, is wie wij zijn. En als je dat dan voor zo'n groot deel van je leven moet wegsteken, dan... Allee, ik geloof niet dat dat leefbaar is, gewoon. Ik vind dat leuk om te zeggen dat ik een feminist ben, omdat veel mensen zien dat niet aankomen, omdat ik gewoon een heel... hoe moet je het zeggen? Ik weet niet. Meestal ben ik niet zo polariserend. Ik voel me minder op mijn gemak in Deinzen, omdat... kleinere stad, kleinere mentaliteit, bekrompelde mentaliteit misschien. Ze doen hun best, maar... Allee, ze doen het best, dat is niet waar zelfs. Mensen zijn gewoon wie ze zijn daar, snap je? Aalst is een beetje vernieuwend, begint mooi te worden, maar de mentaliteit moet nog veranderen. Kill Bill in the pussy wagon, bro the L, I'm a puppet dragon. Four bars, wife, I never lagging, it's the tomboy in my pants sagging. Tomboy, you know the deal, independent, no taking deals. Little girls, they be in the field, they be so hungry, let me feed your meal. Ik heb niks tegen homo's of lesbiennes of mensen die bi zijn, maar ik vind dat tegenwoordig wel iets te veel... genormaliseerd wordt. Ik vind bijvoorbeeld, ik ben voorstander van de Pride in Antwerpen, maar ik vind het spijtig dat er dan ook geen feest is voor de hetero's, om het een beetje kortzichtig te zeggen. Omdat ik ben ook blij dat ik hetero ben. Ik ben daar ook wel trots op. Okay, I'm Rambo, I ramshack. I'm next to that cheese like rat traps. On top of that green like grass ass. That's what we all hate like. Ik denk dat er heel veel mensen ook gewoon misbruik maken van hun oriëntatie, maar van het feit dat het precies populairder is aan het worden. Ik doe mijn ding, wie voor de jongens is of wie voor de meisjes is, die doen hun ding. Daar heb ik niks mee te maken. Dat is hun keus. Leef en laat leven, dank u. Snap je? Dat is gewoon zo. Homoseksueel en zo, dat is wat ik ervan vind. Die doen gewoon een ding. Die doen hun ding, maar dat is onnatuurlijk. Hè. Dat is tegen de instincten van een mens. Hè. Een man heeft een vrouw nodig, een vrouw heeft een man nodig. Op de middelbare had ik ook vriendinnen die lesbisch waren. Dus in ons geloof staat er niet dat we geen vrienden mogen zijn met iemand die anders is. Dat maakt allemaal niet uit. Zolang dat elkaar niet lastig valt en zolang dat je respectvol, want ja, wederzijds respect, hè, daar draait het allemaal om. En... Stel dat ik mijn vriend wil kussen op straat. Heeft dat effect op u? Ik kom niet rond uw nek hangen. Ik val u niet lastig. Ik wil gewoon, weet je, een mens zijn. Want dat is wat mensen doen. Ik heb daar geen probleem mee. Zolang als ze mij niet lastig vallen of zo, of andere personen, dan heb ik geen enkel probleem mee. Ja, iedereen heeft zijn eigen geaardheid. En als ze dat goed bij voelen, is dat goed voor hun. Ik heb daar geen probleem mee, zolang als ze niemand daarmee lastig vallen. Ik heb in mijn hele leven, en ik, ja, dat is weer mijn leven, maar nog nooit. Een hetero lastig gevallen. Nog nooit. En ik kan niet meer tellen hoeveel hetero's mij hebben lastig gevallen. Wake up call. You are not the victim here. Als je holibies accepteert, accepteert je all of it. En niet zo het kleine deeltje dat je zo op je scherm kunt kijken naar Yannick Azaltzis die leuk aan het doen is met kleren. Nee, ook een straatbeeld. Ik ben het echt beu dat al die debatten over hoofden ontstaan zijn. Want waarom discussiëren ze over wat er op mijn hoofd is? Ik ben wie ik ben. Allee, tegenwoordig kun je het gekste niet bedenken of mensen willen aliens zijn, Barbie, Ken, willen verminken hun lichaam, tatoeages overal, plastische chirurgie. En allee, dat is hun volste recht. Hè. Ik vind iedereen moet zijn wie dat ze zijn, maar laat me dan ook zijn wie ik ben. En Het is maar een doek, maar voor mij heeft dat wel symbolische waarde. Ik weet eigenlijk niet voor wat het precies staat, maar ik heb wel gehoord dat het staat voor dat ze minder zijn dan de man of zo. En dat vind ik, ik vind dat zo zielig. Een beetje minder kortzichtig zijn langs onze kant dan ook, voor de hoofddoeken en zo. Ik snap niet van waar dat die drama komt of van waar dat probleem komt. Ja, nonnen hebben ook een volledig pak. Dus ja, waarom maakt het daar drama over als je eigen cultuur? Ja, dat is weer iets, denk ik.
van burger tot burger en hoe kortzichtig dat de mensen zelf zijn. Ik denk dat ook wel de oudere generatie is zo meer gesloten qua buitenlanders eigenlijk dan de nieuwe generatie. Ik vind dat Vlaanderen een bepaalde, wij hebben een bepaalde geschiedenis, een bepaalde traditie van het vechten voor onze vrijheid. En ik zeg niet per se dat een hoofddoek onderdrukking is. Maar voor veel vrouwen is dat ook niet. Maar bij sommige vrouwen, bij een percentage ervan, volgens mij echt wel. En ik vind dat heel, ik vind dat heel spijtig. We moesten naar school gaan, uitdoen, terug aandoen. Allee, ik ben geen pop om dat iedere keer aan en uit te doen. Terwijl dat, ik heb geen betere prestaties daardoor. De school heeft geen betere reputatie daardoor dat ik dat moest afdoen. Dat heeft eigenlijk niks, dat heeft niks veranderd. Dus, en het is niet mijn vader die mij dat verplicht. Het is niet mijn man die mij dat verplicht. Allee, ik heb geen mama. Dat heeft daar totaal niks mee te maken. En ook al laten ze ons dat uitdoen, dat gaat niet veranderen. Allee, ik heb dat 3 jaar uitgedaan. Ik vind niet dat dat iets veranderd heeft. Als je in België komt, moet je ook wel een beetje aanpassen aan de cultuur. Allee, ik heb daar geen probleem mee, maar als ze naar hier komen, dat is onze cultuur, vind ik dat ze moeten volgen. Zoals in dat zwembad en zo, dat ze met die burkini's en ja, ik vind dat dat niet kan. Dat wij moeten aanpassen voor hun. Zij moeten eigenlijk aanpassen voor ons, want ja, zij krijgen hier alles en allee, dat vind ik dat niet kan. Ze moeten een beetje rekening houden met ons ook. Mensen die er niks mee te maken hebben, dat die zich daar zo kunnen opwinden. En dan denk ik, maar heb ik u gevraagd om het aan te doen? Bart, moet je het aan doen? Heb ik u verplicht om de burkini aan te doen naar het strand? Nee, hè? En uw vrouw mag een bikini aandoen of mag monokini naar het strand gaan, dat ze doet waar ze zin in heeft. Maar laat dat dan naast een vrouw zijn die daar in burkini staat of weet ik veel wat. Want het heeft niks met u te maken. Het heeft niks met u te maken. En mensen pakken alles zo persoonlijk op, dat ik gewoon denk, get over yourself. Binnen het skaten gaat er heel weinig racisme zijn of heel weinig kortzichtig gedrag. Op dat vlak is skaten iets heel mooi, omdat het skaten staat nog altijd centraal en je persoonlijkheid komt pas op de, ja, niet tweede plek zal ik zeggen, maar er wordt minder gekeken van hoe ziet je eruit, waar zijt je van, welke kleur zijt je, zet je homo, zet je lesbisch, dat maakt allemaal niet uit. We hebben één grote gezamenlijke liefde rond skaten en dan... Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Fuck that. Wij zijn, denk ik, alle drie hetero. Ik vind dat dat iets super vreemd is dat mannen bijvoorbeeld, als die nagellak zouden opdoen of oogschaduw of wat dan ook, dat zo gezegd niet mag. Dat dat alleen voor vrouwen is. Ik zou ook graag een keer een kleedje aandoen. Maar we hebben nog geen schoenen gevonden. Maar ja, dat moet geweldig zijn om een kleed aan te doen, nu met deze weer. En ik moet altijd lange broeken aandoen. Ik zou evengoed gewoon alles willen kunnen dragen. En ik vind ook dat ik alles, en ik zal ook alles dragen. En ik zal ook mijn mond open doen als mensen daar iets van gaan zeggen. Want dat, ja, dat is gewoon basisvrijheid, denk ik. En dat is ook gewoon je eigen karakter en je eigen wil uitdrukken. En ik denk niet dat dat zou... Maar ik vind het gewoon belangrijk dat hoe dat je kleedt niet beïnvloedt hoe dat mensen je behandelen. Als je met glitter op je ogen naar je werk wilt gaan als heteroman, weet je dat dat mogelijk moet zijn? Dat hele stijve denken van... Ja, maar dat kan niet, want dat betekent dat je iets ermee wilt zeggen. Dat hoeft per se ook niet. Ja, mijn make-up en ja, mijn kledij, dat zijn vormen van zelfexpressie. Maar weet je, de zelfexpressie die dat zegt is... Ik had goesting om een jurk aan te doen. Bottom line, weet je? It's just a man in a dress. It's not that deep. Ik ben persoonlijk echt wel voorstander van man en vrouw. Ik vind dat leuk als je zo gewoon echt een man ziet, bijvoorbeeld een paard en die werkt op als bouwvakker of zo, gewoon een man en dan een vrouw. Ik heb daar niks tegen, maar ik vind wel dat er grenzen zijn. Ik hoop dat dat ooit verandert. Ik hoop dat we ooit gewoon een persoon kunnen laten zijn. Een man kunnen laten samen zijn met een vrouw. En die man make-up laten dragen. En die vrouw ook whatever the fuck dat ze zou willen dragen. Ik heb net gevloekt, waarvoor, sorry. Maar snap je dat mensen gewoon
mensen mensen kunnen laten zijn. Waarom maak je boos van? Wat? De politie. De politie. Dat irriteert de jongeren echt. Mijn eerste inzicht is ook echt nooit bel de politie. Van ecstasy tot ketamine tot alles. Dat is wel. Zelf doe ik dat niet, maar ik weet het wel. Ja, ja.